onze koeien zien er gelukkig uit. Ja, het is waar, Celientje. Ik vind dat ook, dat ze er gelukkig uitzien. Zouden ze niet een klein beetje gelukkiger kunnen zijn? Ja, misschien wel. Kom, we gaan een keer gaan kijken naar de weide. Kijk eens naar de weiden, Céline. Hoe gezonder, hoe beter voor de koetjes. Af en toe moet papa eens het gras en de weiden vernieuwen. Doe je dat voldoende, papa? Ik denk het wel, maar ja, maar misschien toch nog net niet genoeg. Misschien moeten we nog eens de weiden vernieuwen. Doen we het dus samen, papa? Je bent nog een beetje te klein zeker daarvoor? Kom. Samen sterk. Het is in de landbouw niet anders. Elke landbouwer weet en voelt het. De kwaliteit en de opbrengst van grasland gaat er jaarlijks op achteruit. Redenen zijn onder meer structuurbederf door vee en machines, maar ook beperkingen die door de regelgeving zijn opgelegd en ongewenste grassen en onkruiden. Expert Alex de Vlieger verwoordt het treffend. Gras is altijd groen, maar groen is niet genoeg. Goed grasland is grasland met een hoge opbrengst en een prima kwaliteit. Nu, hoe kan je dat bekomen? Dat is door een weide te hebben met een goede botanische samenstelling. Weidevernieuwing is dan ook een sterke basis voor een goede weideuitbating. Op de VT-bedrijven zijn er twee belangrijke gewassen. Je hebt maïs vooral als energiegewas en je hebt grasland als een behoorlijk energierijke, maar vooral een eiwitrijk gewas. Dus vandaar dat grasland zo belangrijk is voor onze Vlaamse landbouw. Het is de eiwitproducent op het eigen bedrijf. Het grote probleem is dat men het heel moeilijk heeft om de opbrengst en eventueel de kwaliteit in te schatten van het perceel zelf. En vandaar dat er veel aandacht moet aan besteed worden. Bij maïs wordt eenmaal geoogst. Hier zijn er verschillende omlopen voor begrazing of verschillende maaibeurten. Dus het is geen moeilijk om dat vast te krijgen. Het is een kwestie van naar de weide te gaan kijken. Als men bijvoorbeeld, laten we zeggen, begin mei naar de weide gaat gaan kijken voor het maaien of voor het begrazen en je ziet een vlak met van donkergroene blinkende bladeren en je kijkt dan in de zoden zelf en die plant gaat een rode voet, dan heb je een prachtig veld aan gestraaigras. Als je heel veel verschillende tinten groen begint te zien op dat perceel, dan moet je vragen beginnen stellen. Dat betekent dat er andere grassoorten zijn die landbouwkundig helemaal niet zo interessant zijn en dus een deel van uw oppervlakte innemen en uw productie en uw kwaliteit naar beneden gaan halen. Dus visueel kan je heel veel gaan zien wat de kwaliteit is van uw zoden. Voor weidevernieuwing kan je bijvoorbeeld het weiland gaan scheuren. Doorzaaien is dan weer een andere optie. Wel, het doorzaaien, ik denk dat het gebeurt na een jaar of drie misschien dat dat begint te komen. Maar het kan ook gebeuren dat men in de eerste jaren door een heel late snede te nemen of door andere omstandigheden dat de zoden toch behoorlijk dun is komen te staan, dan kan het ook al doorgezaaid worden. Dus het staat geen echte leeftijd op. Het hangt afhankelijk van het graslandmanagement en de plaatselijke situatie of men gaat doorzaaien of niet. Op het grasland zelf gebeurt dat praktisch als volgt. We hebben bewust voor deze combinatie gekozen. Vooraan wordt er dus geëgaliseerd met die balk. En dan met die rijen tanden wordt het slechte gras, onkruid en ook de grond een keer een beetje opengemaakt, luchtiger gemaakt, voor daarna te kunnen doorzaaien met die vredel. In welke periode van het jaar gebeurt dit het best? Wij beginnen meestal al, als de grond het toelaat, in half februari al. Rijden tot eind mei. Naar gelang de omstandigheden, als het vochtig genoeg is, leggen we het dan stil naar half augustus. Terug tot half oktober, soms tot in november. Dus als een grasveldmens gaat kiezen, ga je dus duidelijk moeten weten welke bestemming dat het heeft. Gaat dat grasland in hoofdzaak begraasd worden of gaat bijna uitsluitend gemaaid worden. Dus dat is een groot onderscheid. Bovendien moet je ook weten
Als je gras inzaait, is het voor 1-2 jaar. Of is het voor meerdere jaren, zelfs voor blijend grasland, meer dan 5 jaar. Dus ook daarin verschillende graszaadmengsels. Nu, bij vernieuwing heb je de enkelvoudige mengsels van Engels raagras. Dat zijn mengsels van verschillende rassen van Engels raagras. Je hebt complexe mengsels waarin ook andere grassoorten aanwezig zijn in beperktere mate. Ook soorten met de hoelandbouwkundige eigenschappen. Wat het doorzaaien betreft, steunen wij volledig op Engels raagras. Omwille van zijn snelle kieming, opkomst en zijn concurrentiekracht. Dus doorzaaimengsels hebben een andere samenstelling dan de mengsels die gebruikt worden voor wijde vernieuwing. 50 tinten groen, ja inderdaad, er zijn 50 tinten groen. Maar op een echte productieve weide hebben we in feite graag 1 tint donkergroen en glanzend. Dat is wat we graag zien in de productieve weide. Opvolgen, bekijken, beslissen. Goed verzorgd grasland is nog altijd de belangrijkste teelt voor de veehouder. En daar hoort een gepast weidelandmanagement bij. Veehouder Xavier Renaar legt uit hoe hij dat doet. Zoals je kan zien is er toch al behoorlijk wat schade aan de graszoden door de aanhoudende droogte. Dat betekent ook voor ons dat we sowieso de weiden sneller zullen moeten vernieuwen. Eerst scheuren we de weiden om ze nadien te ploegen. Daarna zaaien we ofwel terug grasland in om dit dan terug 5 jaar aan te houden. Of afhankelijk van onze teeltrotatie een jaartje afwisselen met aardappelen of maïs of bieten. Of hoe weidevernieuwing niet alleen nu, maar ook voor de toekomstige generaties belangrijk is.